Helemaal. Vandaag zijn we bij de Musical Awards 2020. En ik ga jullie vandaag meenemen naar alle prijswinnaars. En we zien vooral ook heel veel leuke mensen over de rode loper voorbij komen. Kijken jullie mee? Hey, beste musical genomineerd. Wie gaat er winnen? Nou ja, nu ik in de cast van Lazarus zit, is er natuurlijk maar één hoop voor mij natuurlijk. Hè? Dat begrijp je wel. Even kijken, dat is Kinky, Lazarus en Anastasia. Oké. Okay. Ik denk dat Lazarus wel een goede kans maakt. Kijk, Kinky en Anastasia hebben natuurlijk de meeste nominatie in totaal. Dus eigenlijk zou je zeggen dat het tussen die twee gaat. Maar Lazarus is zo uniek, zo eigen en nieuw. Dus ik hoop dat dat een beetje gestimuleerd wordt. Wat maakt Lazarus dan zo uniek? Nou, het is gewoon echt een andere beleving dan dat je een rechtstreeks verhaal volgt van A tot Z tot aan de liedjes die allemaal doorgecomponeerd zijn. Los van het feit dat het ook heel mooi is en mooi kan zijn, heeft het wel een nieuwe feel aan musical theater, vind ik. En dat het zou nog toffer zijn als we onze eigen dingen gaan maken, want het zijn natuurlijk alle drie titels die niet van ons zijn. Dus dat zou mijn grootste voorkeur hebben. Maar als ik dan, en dat zeg ik niet omdat ik in Lazarus zit, omdat ik echt hoop dat dat gewoon, dat dat beloond wordt en dat dat gezien wordt. Dat we nieuwe richtingen op kunnen gaan. Dus daarom eigenlijk. Want Lazarus, het is een musical, hè? Beste musical. Maar is het eigenlijk een musical? Nou ja, dan komen we altijd in de eeuwige vragen over wat een musical is of niet. Kijk, er wordt in gezongen, er wordt in geacteerd en er wordt in choreografie bewogen en gedanst. Dus het is een musical. En moeilijker moeten we het niet maken tegenwoordig. Dat is gewoon wat het is. En volgens mij is het gewoon een musical. Ja, zijn we uit op deze discussie? Ja, simpel. We kunnen hier heel lang over praten. Het is zo simpel. Ja. En we doen er heel moeilijk over, maar het is gewoon heel simpel. Wordt erin bewogen, wordt erin gezongen, wordt erin gespeeld. Nou, dan heb je een musical. Op het einde, jongens, we zitten in een musical. Hoe lang zit je er al in? Ik was net aan het uitrekenen dat ik 36 ben en dat ik 21 was toen ik begon. Dus 15 jaar. Jeetje. Ja, het gaat nu snel ineens. Hoe vaak ben je zo voelt het wel een beetje. Hoe vaak ben je al genomineerd? 8 keer. Hoe vaak heb je gewonnen? 3 keer. Waar staan de beeldjes? Thuis, op een kast. Op een kast? Ja, mooie kast, een mooie kast. Ze staan mooi, ja. Oh, ik dacht op een kast ergens stof te Nee, gewoon een kast waar ze echt staan wel mooi. Ja, ik ben er wel trots op. Gaan jullie vanavond nog iets doen met Lazarus op het toneel? Ja, ze gaan iets doen. Ik mag niet meedoen helaas. Oh, waarom niet? Nou ja, ik deel de rol met Pieter Embrechts, de rol van Valentine. En hij is gewoon genomineerd en hij moet gewoon daar staan. Dus dat is heel logisch. En ik ga lekker kijken naar ze en dat vind ik ook heerlijk. En ik ga vrijdag voor het eerst op, dus dat is mijn focus. Ja. Lekker rustig, relaxed, genieten vanavond. Ja, heerlijk. Je speech? Mijn speech zit nog in je hoofd. Ja, ik heb wel... Ja, jeetje, ik moet heel eerlijk zeggen, mensen zeiden tegen me, je moet wel iets voorbereiden. Ik zeg, ja, maar jongens, ik denk toch dat ik hem niet krijg. Ja, je moet wel iets voorbereiden. Dus dan heb ik toch gedacht, ja, weet je, ik ben zo blij met die nominatie. En toen ben ik toch gaan denken, weet je wel, over de afgelopen tijd en zo. En ik moet toch even een paar steekwoorden in mijn hoofd hebben. Ja. Dus dat zit er als het goed is in. Maar je hebt geen briefje? Ik heb geen briefje. Oh, spannend. Daar wist ik niet eens over, maar nu denk ik, had ik maar wel een briefje. Je hebt ook geen briefje. Want ik ben hetzelfde als jij, ik heb niks voorbereid. Ik dacht, okay. Ik ga toch niet winnen, dus... Waarom ga ik mijn tijd verspillen? Maar ik heb wel steekwoorden in mijn hoofd, dus dit komt goed. Jullie hebben allebei gewoon geen briefje. Oké, okay, nee. Dat vind ik wel heel spannend eigenlijk. Ja, we, maar ik dacht ook, als je het dan wint, dan ben je toch ook zo overweldigd dat je waarschijnlijk... Die weet toch ik alleen niet maar, ja. En misschien dat ja. Ja, en dan toch je briefje niet kan lezen. Ik kan mijn briefje dan toch niet lezen, dus ja... We gaan het zien. Wat ik me altijd afvraag, als je dan dat bedankje gaat doen met 100 namen in 20 seconden, hoe ga je dan later naar de mensen toe die je vergeten bent? Ja, dat is dan weer waar. Dat is dan weer waar. Want ik denk wel weer, als ik die dan niet doe, dan is dat wel weer kut. Dus misschien moet ik toch wel even snel een briefje maken. Nou, net had ik het ook met iemand. Toen zei iemand in de make-up, zei, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon lekker algemeen houden. Niet te veel namen. Mijn vrienden. Ja, zo. Mijn familie. Ja, je gaat altijd mensen vergeten natuurlijk. En het zijn er ook, denk ik... wel te veel om op te noemen. We hebben ook maar heel kort, hè? Mocht het zo zijn. Maar 30 seconden. Ja. Heb ik gehoord, 30 seconden. 30 en dan gaan ze trommelen en dan moet je weg. Oh god, ja, ik word nu al zenuwachtig. Volgende. Ja. Ik was niet zenuwachtig, nu ben ik zenuwachtig. Je hebt nog 2 uur om een speech te schrijven. Dat komt goed. Hi, gefeliciteerd. Dankjewel. Vind je het eng? Ja, ik vind het wel eng. Omdat als je er bent, dan ben je er om te participeren. Dus dan zit je in één keer in de wedstrijd. Dus ja, dan is het alles eng. Ja. Ben je goed voorbereid, denk je? Voorbereid in de zin van? Voor vanavond, je gaat iets doen, toch?
Oh, we gaan een Absolute Beginners een stukje ervan doen. Ja, nee, daar ben ik gewoon goed voor voorbereid. Dat ja, dat doe je natuurlijk al heel lang. Ja, dat doen we heel lang. Dat gaat gewoon helemaal goed komen. En zo niet, dan niet. Ook dat kan. Het is live, we zullen het zien. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ga jij iets zeggen, mochten jullie winnen? Als wij als groep winnen, bedoel je? Nee, dan denk ik dat Albert iets gaat zeggen. En wat hoop je dat hij benoemt? Dat het zo bijzonder is dat wij met deze atypische musical zo'n succes hebben gekregen. Ja, is het zo'n atypische musical? Ja, vind ik wel, ja. Heb je hem gezien toevallig? Ik heb hem nog niet gezien. Oké. Nou, het is, je moet je voorstellen, ik speel natuurlijk een protagonist, een hoofdrolspeler die in de mineur is. Dus dat is niet iemand die iets gaat ondernemen of die iets doet of die het verhaal ergens die je meeneemt. Maar hem overkomt alles. Dus het is een protagonist in de mineur. En dat is sowieso bijzonder. Iemand die het niet weet, die alles maar overkomt. En die heet het alleen maar om zich heen kijkt. En dat we zo'n man volgen, dat is natuurlijk niet heel normaal. We verwachten een held en je krijgt een anti-held. Hoe is dat voor jou om te spelen? Ja, heerlijk. Dit is zo'n fijne rol om te doen. Ik kan je dat bijna niet uitleggen. Dit is echt waar ik zo lang op zat te wachten om te mogen spelen. En ik mag het nu nog zo lang spelen. En ik heb bijgetekend tot eind mei. Dus ik ga gewoon lekker spelen. Ik mag het 7 keer in de week doen. En elke keer probeer ik me er niet doorheen te bluffen. En zo oprecht mogelijk het materiaal door me heen te laten gaan. Gefeliciteerd met je nominatie. Dankjewel. Ja, dank je. Mag ik heel even vragen even voor de kijkers thuis. Hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar. Ja. Je bent genomineerd voor? Aanstormend talent. Het is toch fantastisch begin van je carrière. Zeker. Het kan eigenlijk niet beter inderdaad. Het is echt ontzettend gaaf. Dat het gewoon allemaal in één keer gebeurt. Gewoon even in een musical staan en dan ook nog genomineerd. Ja, want even voor mij, heb je een opleiding gedaan? Ben je daarmee bezig? Wat? Nou, ik heb de middelbare school gedaan. En ik heb natuurlijk, ben bezig geweest gewoon met zanglessen eromheen, weet je wel. En dan had ik de theaterschool gewoon Rabarber in Den Haag gedaan. Maar eigenlijk nooit echt iets eromheen. Ik was gewoon met de middelbare school bezig. En dan auditie gedaan toen ik nog net geen 16 was, dus 15. En ja, dus nu sta ik hier en dat is gewoon eigenlijk... Ben je genomineerd? Ja, gek hè? Dat kan allemaal zo tegelijkertijd kan. Dat is, ja. En heb je een speech voorbereid? Ik heb wat dingetjes voor de zekerheid, zodat ik niet compleet in het donker sta. Zo meteen van, gewoon just in case. Stel je voor. Want je weet maar nooit. Je weet het nooit. En wie ga je als eerst bedanken? Ja, mijn ouders. Mijn ouders, stel je voor. Dan mijn ouders, ja. Ja. Ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel, dank je. Gefeliciteerd met jullie nominatie. Thanks, ja. Het is echt heel tof. Ja. Hard voor gewerkt? Ja, en het is ook niet zomaar een stuk. Weet je, ik kan het niet echt goed uitleggen, maar het is zo'n beleving. Er zit zoveel hart en passie in. Weet je, ook van de hele Bowie kant natuurlijk, maar ook van hier. We moesten het allemaal maar opnieuw creëren. En het gaat niet soms zonder slag of stoot, zou ik maar zeggen. Maar wat er uiteindelijk gekomen is, ja, dat is echt wel nominatiewaardig. Ja. Komt elke avond op je af, begreep ik al van jouw collega. Het is elke avond weer een nieuwe beleving en anders. En geen show is hetzelfde. Nee, absoluut niet. Nee, en je moet ook elke avond weer induiken, wat zwaar is. Soms heb je wel eens een show en dan doe je even een dans of een lied. En dan fleur je helemaal op. En hier ga je heel erg de diepte in. Dus moet je elke avond weer dat gaan zoeken in jezelf. En dat is het zware en uitdagende van dit stuk. Maar als het lukt, ja, heel mooi. Want is het hele stuk zo? Of is het er ook eens... Er zitten ook wel wat lichte dingen in natuurlijk. Maar in principe zit je in iemands hoofd die het echt niet meer weet. Dus ja, dat is natuurlijk niet een heel licht onderwerp. Nee, zeker niet. Maar zit er wel een stuk in de show voor jezelf dat je denkt, oh, dit stukje, even luchtig. Ja, zeker. Ook omdat wij met die girls, weet je, we zingen ook vaak een koortje hier en daar. En Noortje, die zingt op een gegeven moment ook een heel lekker lied. En dan gaat ze helemaal los. En dat is voor ons ook heel lekker om mee te doen. Dus die zitten er absoluut wel in, ja. Ga je vanavond nog iets doen? Ik ga absoluut iets doen. Ja, we gaan wel iets doen, ja. En wat gaan jullie doen? Weet ik nog niet. Een leuk lied. Uit de show. Ja. Heel veel plezier, schatje. Dank je, schat. Speech voorbereid? Ja, ik heb twee speeches voorbereid. Je hebt ook twee verschillende. Ja, het zijn twee verschillende voorstellingen, twee verschillende rollen. Dus ja, zeker. Ja. Is het dan ook linkerzak en rechterzak? Nee, want het is linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Zit allemaal in je hoofd? Als het goed is wel. En anders improviseer ik op los. Ja? Ja. Want wie is dat? Laten we voor de ene productie beginnen. Wie is dan het eerste die je bedankt? Nou, ik ga voor Fun Home absoluut de producent bedanken. Maarten Vogel van Opus One. Omdat ik het zo bijzonder vind dat zij altijd hun nek uitsteken met nieuwe, mooie, niet altijd even makkelijke producties. Niet altijd makkelijke titels. Maar de kwaliteit en de liefde die daarin zit is zo ongelooflijk fantastisch.
Dus daar ga ik helemaal voor. Ik vind alles wat ze tot nu toe gemaakt hebben in die nieuwe vorm, dus fantastisch. Ja. Anastasia? Ja, daar ga ik iedereen bedanken. Want dat is zo'n ongelooflijk goed team. Zo, ja, ik heb daar zoveel lol. En met Milan en met Tessa. Dus, ja, het is... Ik heb jou gezien en ik voel echt een transformatie die je doormaakt. En ook hoe je eruit ziet. Je bent niet meer Ad Knibbels. Het is... Nee, ik ben niet meer Ad Knibbels. Ik ben Vlaat met een lange baard en lange haar. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes. Je hebt nog een lange weg te gaan, ook hier. Ja, ja. Gaan jullie vanavond nog iets doen? Nou, feesten hoop ik. Nee, maar ik bedoel... Ja, Tessa gaat zingen. Ik wou zeggen, je bedoelt een optreden. Ja, nee, ik ga niks doen. Tessa gaat fantastisch zingen. Oké, Met je? Goed, dus met jou? Ja, lekker. Mooi. Nou, einde gesprek. Nee. Gefeliciteerd met jullie nominatie. Dankjewel. Ja, het is trek. Hoe is het om elke avond daarin te staan? Kijk, het is fantastisch. Het is een van de mooiste dingen die ik ever heb gedaan. Ja, het is een feestje. Het is een cadeautje. Het is pure art. Pure art, ja. En je staat naast twee fantastische andere agents. Met z'n drieën doen jullie dat elke avond. Ja. Hoe is dat? Ik hoorde heel even niet wat je zei. Ik zei, je staat naast twee andere angels. Ja. Je bent de derde. Jullie doen dat met z'n drieën elke avond. Ja. Hoe is dat om te doen? Kijk, ik ben natuurlijk zangeres van beroep. Ik tour normaal zelf met mijn band. Dus dit is natuurlijk iets anders. Dit is een verhaal vertolken op een hele andere manier. En ik vind dat wel heel erg tof om te doen. En ja, met die twee meiden is natuurlijk lachen, gieren, brullen. Iedere avond weer. En welk stukje uit de show blijft jij nou altijd het meeste bij? Wanneer Noortje in de koelkast hangt en zo kijkt. Dat vind ik het mooiste moment. Dan moet ik altijd ook heel hard lachen. En ja, dat is het mooiste moment. En natuurlijk het einde. Het einde is ook heel bijzonder. En echt om te janken. Ik moet iedere avond weer, denk, oké, Sherry-Ann, get yourself together. En je hebt het al 100 keer gezien. Ja. Gaan jullie vanavond wat zingen? Ga jij wat zingen? We gaan met z'n allen wat zingen vanavond, dus dat wordt leuk. Gezellig, heel veel succes. Dankjewel, veel plezier vanavond. Dankjewel, jij ook. En net Assepoester. Met Anastasia. Nee, Assepoester, want vanmorgen was ik nog aan het schoonmaken. Dat is ook subtiel gebleven. Ja, ik is less is more, hè. Dat is mijn motto. Ja, altijd toch? Ja, altijd, ja. Gefeliciteerd met jullie nominatie. Dankjewel. Ja. Gaan jullie zo meteen wat doen? Gaan jullie wat zingen? Met de kast? Nou, ik zing vooral mee vanuit de zaal. Nee, handje boven jou. En mag ik daar iets over vertellen? Ik weet echt niet helemaal niet of het geheim is. Oh, dat weet ik eigenlijk ook. Oh, heet het? Tessa gaat zingen. Oh, gezellig. Ja, als dit uitgezonden wordt, is het al geweest. Oh ja, nee. Tessa gaat zingen. Oh, wat heerlijk. En wat gaat ze zingen? En dat mag ik niet zeggen. Het is al geweest. Volgens mij Journey to the Past. Ja, wat heerlijk, wat leuk. In my dreams, la la la. Dat liedje, weet je wel. Dat ben je toch heerlijk met. Nou, dankjewel. Geel wederzijds. Dankjewel. Is dit jouw man? Ja, dit is mijn man. Dat is Corné. Hallo, man. Ja, ik wil je best een hand geven. Hoi, man. Corné. En Corné, vind jij het leuk om naast deze vrouw in de mooie jurk te staan? Uiteraard. Ja, ze ziet er heel erg mooi uit. Dus ja, ik ben heel trots. En ook voor de nominatie natuurlijk. Dus ja. Wat een gezelligheid zo, hè? Mm-hmm. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Komt wel goed. Hallo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, met de nominatie, hè? Ja, met de nominatie. Ja, waar anders mee? Nee, dat is het voor nu. Dat is het voor nu. We zijn gewoon. Ja, gefeliciteerd dat jullie er zijn gekomen. We zijn. Ja. Hoe is het met jullie? Nou, goed. We zijn bezig met All Together nou. Oh, echt waar? Ja, leuk, hè? En verder gaat het goed. We hebben de zin vanavond. Beetje zenuwachtig. Ik wel. Zij voor mij natuurlijk. We zijn uit met de buurt. We komen allemaal uit de Weesp nu. We zijn allemaal uit dezelfde buurt. En we zijn allemaal de hele dag al zenuwachtig voor Rolf. Die natuurlijk die award vanavond gaat binnenslepen. Want dat verdient natuurlijk gewoon. Ja. En waar zit jouw speech, Rolf? In mijn hoofd. Iedereen zegt in mijn hoofd. En op een briefje hier. Oh, wel. In een binnenzakje. Voor het geval dat, je weet het niet. Ja, ik vroeg het net ook al aan iemand anders. Hoe ga je naar iemand toe die je vergeten bent? Ja, dat kan eigenlijk. Ja, het kan wel. Maar ja, weet je, je moet er wel even over nadenken. En je hoeft niet veel mensen te bedanken, maar een paar mensen moet je gewoon bedanken. En dat is een vast rijtje. Wanneer heb je hem geschreven? Hij is eigenlijk nog van 2 jaar geleden. Hij lag nog in de kast. Maar ik heb hem een beetje aangepast. Hebben jullie zelf wel eens in een musical samengestaan? Nee. We hebben wel een ABBA-productie gedaan. Ja. Maar nooit in de musical. Een muziektheaterproductie. Citeert. Dankjewel. 3 keer hoorde ik. Ja, dit is mijn derde. Ja. Nominatie, hè? Niet award. Ja. Derde keer nominatie. En heb je dan dezelfde speech als de jaren daarvoor bij je? Nee,
Het is, ik ben er, dit is de eerste keer dat ik er ook daadwerkelijk live ben. Dus de vorige twee keer had ik speeches geschreven en die aan mensen meegegeven die er wel waren. En nu heb ik er eentje vanmiddag nog even zo, vooral namen opgeschreven die ik niet moet vergeten. Dus ja, we gaan het zien. Dus het is voor jou eigenlijk de eerste keer? Het is de eerste keer dat ik er in ieder geval in de zaal zit. Ja, ik heb één keer eerder opgetreden, maar het is de eerste keer dat ik in de zaal zit. Ga je vanavond ook iets doen qua optreden? Ja, we treden op met Kinky Boots. Wat ga je doen? We gaan een spetterend finale optreden geven. Ook de finale uit de show? Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Op laarzen en alles. Ja, ik heb het gezien. Ja, ja, ja. Heel veel succes en heel veel sterkte. En ik hoop dat je je speech mag doen. Ook, ja. Waar zit hij? Hij zit aan deze kant. Weet ik, op het hart. Ja, oké, okay, op het hart. Heel goed. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Oh, ik vind het wel een beetje spannend, ja. Dat is natuurlijk wel. Oh, vertel, waarom vind je het spannend? Omdat ik naar mijn collega's ga kijken. En ik ben heel zenuwachtig voor mijn collega's die allemaal op moeten en een show moeten gaan spelen. Maar dat gebeurt voor jou vanavond niet? Natuurlijk wel. Ja, nee, ik ben genomineerd. Ja, ja. De. Ja, de. Ja, dus, waarvoor ben je genomineerd? Ik ben voor de bijrol in Annie. Beste vrouwelijke bijrol in Annie. Grace Farrell is mijn rol en daar ben ik voor genomineerd. Ja. En waar zit jouw speech? Nou, misschien wel in mijn hoofd. Nee, ja, ja, ik heb hem wel bij me. Ik heb hem in mijn tas gedaan. Ja. En hij zit in mijn hoofd, dus stel je voor dat ik moet. Maar dat ik, nou ja, ik verwacht dat ik hem dan wel uit mijn hoofd ken. En anders pak ik hem. Ik was even bang tegen zeggen, maar ik verwacht dat ik hem niet ga winnen. Nou, ik probeer mezelf. Ik heb evenveel verwachting voor allebei. 50-50. Dus dat eigenlijk. Ja. Oké, okay, nou, goed. Maar ik heb er heel veel zin in. Ja, het is ook spannend. Het is ook raar. Het is voor het eerst dat ik genomineerd ben. Dus ik laat het ook allemaal een beetje over me heen komen. Ja. Ja. Maar je gaat hem gewoon winnen, toch? 50-50. Ja, we gaan het zien, toch? Oké, okay, nou, heel veel plezier. Ik zie je zo meteen aan de andere kant. Oh, leuk. Nou, dan gaan we zien welke 50 het geworden is. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Ja, 22. Dus je bent net van school? Nog niet eens. Het is mijn stagejaar. Dus het is echt zo met mijn neus in de boter. Dat is echt heel spannend dan, toch? Heel, ja. Het is echt. Ik had het dus ook nooit verwacht dat ik überhaupt genomineerd zou worden. Dus dat is echt zo'n grote eer. En dat dan in je stagejaar, dat ik ook zulke mooie kansen heb gekregen binnen Annie. Dus ja, het is helemaal, ik ben er helemaal van aan het genieten. En vertel even voor de kijkers, wie speel je? Ik zit in het ensemble en dan in het ensemble vervul ik verschillende rollen. Dus ik speel Bundles, de wasman en toen ben ik een minister en iemand van de reporters en zo kom ik in iedere scène als iemand anders tevoorschijn. Want hoeveel rollen speel je dan in totaal? Zes of zeven. Zeven geloof ik. Zo. Dus je bent aanstormend talent genomineerd voor eigenlijk zeven rolletjes? Ja, zoiets denk ik. Ja. Wat heerlijk. Ja, hartstikke leuk. Lekker gevarieerd. En hoe lang mag je het nog spelen? Tot 24 mei. Dus dat is echt nog super lang. Lekker, we hebben een hele fijne club. Dus we hebben hard gewerkt met z'n allen. Dus ja, gewoon lekker aan het genieten. Wie is het eerste die je gaat bedanken als je hem gewonnen hebt? De jury. Ja. De jury bedanken. De jury bedanken. En de ouders. Ja, komen allemaal voorbij. Ja. Als het. En nog een speciaal iemand? Ja, dat hou ik natuurlijk een beetje geheim. Dat is natuurlijk voor het moment, als het er komt, dan. En zit de speech hier of zit die op een briefje? Ik heb hem hier. Hoop ik. Ik wens je heel veel succes en misschien zie ik je zo meteen als je van het podium afkomt. Ja, zou leuk zijn, wie weet. Gezellig, veel plezier en sterkte met de lange rij. Dank je. Hallo. Hi. Hallo. Wat leuk dat jullie er zijn, we zien jullie er knap uit. Nou, dank je wel, jij ook. Nou, dank je. Ja, zeker. Nou, zij vooral ook. Ja. Nou, zo sympathiek. Hè? Nou, hè, lief. Hey, maar beste musical, genomineerde, wie gaat er winnen? Ik hoop Kinky Boots. Oh, en waarom? Nou, omdat ik heb de show nu twee keer gezien en ik vond het fantastisch. Er is zoveel energie en ik vind het heel fijn en goed dat deze show hier is en vooral toert. En dat het ook een beetje in dorpen komt waarvan ze denken, wow, dit is heel anders, maar dit is echt vet tof. En omdat heel veel lieve vriendjes daarin zitten. Goh. Dat telt ook mee. En voor jou? Ja, nou, dat is natuurlijk een gewetensvraag ook. Ik heb zelf als soldaat gezeten, dus soldaat heeft ook altijd een beetje, toch een beetje, ook mijn hart. Maar ook voor onze ex-collega's van The Lion King zou Kinky Boots toch ook wel heel leuk zijn, ja. Ja. Toch wel. Ja. En het zou leuk zijn als een beetje wat kleinere voorstelling wint, laat maar zeggen. Zo'n tour. Normaal winnen altijd de hele grote dingen. Het zou heel tof zijn als een keer zo'n Kinky Boots ook, ja. Nou, oké, okay, goede antwoorden. Ik blijf naar je jurk kijken. Je hebt het mooi? Ik vind het echt heel mooi. Waar doet het me nou aan denken? Lion King?
Ja, het is een Afrikaanse jurk. Dus ja, het is een echte Afrikaanse jurk. Dus dat, nou, jongens, ik wens je voor het enorm lollig. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Ja, hallo, goeie avond. Goedenavond, hallo. Wat zie je er knap uit. Nou, dankjewel. Ja, ik voel me ook goed. Lekker. En ik heb er zin in. We hebben er zin in. Kom je vanavond speciaal voor iets of iemand kijken? Nou ja, er zijn heel veel collega's die hier natuurlijk vanavond zijn. En die ook gaan optreden. En die prijzen gaan uitreiken. Dus ik ben hier eigenlijk voor iedereen. Maar ik hoop stiekem dat we al een stukje te zien krijgen van Tina the Musical. Dat hoop ik. En dat is voor mij de grote reden om hier te zijn. Omdat ik een enorme fan ben. En ja, ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Ja. En als je de categorie beste grote musical, zijn er drie. Welke hoop jij dat er gaat winnen? Wie moet er winnen volgens jou? Wat vind jij? Wat vind ik? Oh, je gaat de vraag terugstellen. Ik denk Anastasia. Ik heb het helaas niet gezien, maar ik heb gehoord dat het fantastisch is. Dus ik vind dat die dat ook wel verdient. Ik ben het met je eens. Je bent het met me eens? Wat fijn. Birgit Lewis is het met me eens. Geweldig. Ik heb gehoord dat het fantastisch is. Dus jou hoor. Welke show heb je wel gezien? Want Lazarus is ook genomineerd. Moet je eerlijk zeggen, ik ben heel erg druk geweest met mijn eigen shows. Dus ik ben helemaal nog geen enkele show geweest. Je bent op de Musical Awards, hè? Ik weet het. Het is een schande. Maar daarom ben ik hier om alles weer een beetje te recappen. En dat ik weer weet van, oh ja, ik weet wel een beetje wat er speelt. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Maar binnenkort, ja, ik begin weer over haar. Tina the Musical, daar ga ik wel naartoe. Ja, is dat het eerste wat er op je lijst staat? Dat is de eerste die op mijn lijst staat, ja. Ja, en onze eigen concertproductie, hè? Jesus Christ Superstar. Met René van Kooten en Richard Groenendijk. En ja, dat wordt geweldig. En Charlie Luske onder andere. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal leuke dingen. Hey Patrice. Hey, hallo Mike. Wat leuk dat je er bent. Waarom kom jij kijken vanavond? Wie hoop je dat er wint? Nou, dan heb je het denk ik voornamelijk over de grote musical, toch? Of überhaupt wie er wint. Want ik ben er natuurlijk inmiddels een beetje uit. Ik heb wel wat dingen gezien. Dus ja, ik ben een beetje bevooroordeeld misschien op wat ik heb gezien. Maar ik vind Anastasia viel mij echt, ja, dat vond ik echt wel, viel mij echt op. Dus ik zei, ja, ik gun het hun wel. Ja. Ja. Ben je naar alle musicals geweest die zijn genomineerd? Nee, zeker niet. Nee, ik ben toch wel druk geweest met andere dingen. Dus ik heb... Vertel. Nee, ja, ik doe wat meer in de pop scene nu. Dus ik ben heel erg gefocust op het zingen en schrijven. En, ja. Gaat het goed, hè, met je? Ja, ik ben heel blij. Ik ben echt heel blij met alles wat ik mag doen. Waar ben je nu mee bezig? Nu vooral schrijven. Ja, dus er gaan dingen aankomen. Ja. Oh, vertel. Ja, nou ja, daar kan ik nog niet zoveel over kwijt. Maar heel snel ga je er wat van merken. En ken je een van de genomineerden in de categorie beste mannelijke hoofdrol of vrouwelijke hoofdrol? Nee, mannelijk helemaal niet. Vrouwelijk René van Wegberg, maar die ken ik eigenlijk niet persoonlijk natuurlijk. En Tessa heb ik wel gezien in Anastasia natuurlijk. Dus ja, ik ben benieuwd. Je zit hier met een open vizier. Ja, eigenlijk wel. René, hallo. Hoe gaat het met je? Ja hoor, goed, bijna binnen. Dus dan begint het en dan is het ook voorbij en dan is het weer klaar. Hè? Ja. Ben je gespannen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Omdat, ja. Voor mij was het genomineerd worden al zo'n grote verrassing dit jaar. Dat ik eigenlijk heel ontspannen in de zaal zit, omdat ik niet denk dat er nog een grotere verrassing bij komt. Ik geef de duimen voor Ad, voor de publieksprijs en voor beste grote musical. En dan gaan we het verder wel zien. Ga je nog wat doen vanavond ook? Nee, in de zaal zitten. En hopelijk zo snel mogelijk een biertje drinken en even ontspannen. En heb je een speech geschreven? Ook niet. Erg, hè? Hey. Hier, hoop ik. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja. Want wie is de eerste die je gaat bedanken? Productie, iedereen van de cast natuurlijk. Je moet altijd met de mensen dichtstbij het eindigen, dat weet ik dan wel. Dus het begint gewoon met waardoor de jury natuurlijk. En waar je eraan, dus begin je meestal mee, toch? Ik wil de jury bedanken. De jury bedankt, ja, voor hun oneindige inzicht. En dat het ze weer gelukt is om, om iemand uit te kiezen. Om iemand uit te kiezen uit de ongelofelijke moeilijke. Dus nee, ja, dat komt wel goed, we gaan het wel zien. En ik heb ook een tip gehoord dat je het zo algemeen mogelijk moet houden. Zo mijn vrienden bedanken, mijn familie bedanken, dan kan je nooit iemand vergeten. Nou, is dat ik het niet mee eens. Nee. Je gaat echt namen opschrijven. Nou, nee, dit jaar niet. Maar ik had de andere jaren wel dat ik dacht van, nou, ik wil wel specifiek mensen echt wel even noemen, zeg maar. Dus, nou. Dus één speciaal persoon? Nee, hetzelfde als vorig jaar. Ik ben gewoon heel blij. Vorig jaar stond ik zwaar geëmotioneerd vanwege mijn vrouw en mijn twee kindjes. Omdat het met mijn vrouw en mijn kindjes toen de jongste een beetje onzeker was allemaal. En nu is dat hartstikke goed. Dus dan denk ik daar als eerste weer aan. Ja.
Het is heel klef, maar ik kan het niet, dat is wat het is. Dus, en de rest, en dat maakt denk ik ook vanavond een beetje relatief. En ik denk, ja, ik vind het hartstikke fijn, hartstikke eervol. Ik genomineerd ben hartstikke blij voor alle stages, 10 nominaties. Ik hoop dat we zoveel mogelijk pakken. En voor de rest gewoon een leuke avond hebben met elkaar. We moeten het vieren dat het vak mooi is, dat het goed gaat. En dat. Lang? Best wel, ja. In Nederland nog niet zo lang, maar in Duitsland heb ik het bijna een jaar gedaan. Ja. En nu ga je het in Nederland, of wanneer beginnen jullie? We zijn al begonnen met repeteren natuurlijk. En vanaf 1 februari zijn de try-outs en 9 februari is de première. Wauw. Ja, we zijn er bijna. Begin jij dan later met repeteren of hoe gaat dat dan? Nee, ik was gewoon vanaf het begin erbij. Omdat er wel een paar veranderingen zijn van de show van Hamburg naar hier. Wij hebben alle veranderingen die ze op Broadway hebben gedaan. Die zitten nu in de Nederlandse show. En ik heb natuurlijk 13 jaar in Duitsland gewoond. Dus mijn Nederlands had wel een beetje tijd nodig. Ja. Heb je daar last van dan? Ja, wel. Want in Duitsland articuleer je heel goed. Dus dat ging ik in het Nederlands ook doen. En dat is niet altijd helemaal natuurlijk. Ben ik achtergekomen. Ja, precies. Juist. Over die taalbarrière van jou. Ja, precies. Nee. Nou, dit is Terrence. Kennen jullie hem? Ik ken hem. Ja. Ik ook. Gaat goed? Vervelend ventje, toch? Nee hoor. Nee, ja. Je ziet er heel knap uit. Ga je vanavond nog iets doen? We gaan vanavond een liedje zingen voor jullie. Wat ga jij doen? We gaan optreden, maar ik ga nog niet zeggen wat. Ja, maar het is niet live, hè? Is niet live? Nee. Is niet live? We zingen Nutbush and Proud Mary. Wauw, ik kijk er heel erg naar uit. Wij ook. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Oké, top. Het is een hele lange sleep, dus ik moet hem een beetje beschermen. Ja, dat snap ik vooral in deze rij. Ja, anders gaat iedereen erop staan. Ik ben sowieso, ik heb hem net aan, dus ik ben benieuwd hoe de avond gaat verlopen. Ik heb nog niet ervaren hoe deze jurk werkt. Nee? Nee, als in deze sleep, zeg maar. Yo, ik vind het helemaal leuk hoe je het zo vasthoudt. Dank. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja. Vind je het spannend? Een beetje, ja. Nou ja, het is sowieso win-win. Weet je, als ik hem win is het natuurlijk te gek. En als ik hem niet win, dan hoef ik het podium niet op om hem in ontvangst te nemen. En dan struikel ik niet over mijn woorden en over mijn jurk. Dus dat is in beide gevallen prima. En heb je speech voorbereid? Ik heb wel een rijtje. Een klapblokje. Ja. Nee, ik heb geen briefje. Ik doe het uit mijn hoofd. Iedereen doet het uit zo wat goed, hè? Ja. Ad Knibbels ook. Dus ja. Hi. Ziet er toch wel mooier uit, hè? Ja, Ad Knibbels had het over 2 speeches. Linker herself, rechts herself. Oh, ja. Ja, nee. Die luxe, ik heb maar één. Maar eentje, dus 1 herself. Precies. Ik wens je heel veel plezier. Volgens mij moeten jullie de zaal in. Ja, we gaan. Nou, heel deze sterk van Tommy Driessen, die moet nog wel even op de foto. En dan gaan we de zaal in. Waar is een jurk van? Tommy Driessen Collection. Waar? Tommy Driessen. Ja, precies. Oh, net heb je 3 keer gezegd. Een keer gehoord. Oh. Nee. Veel plezier. Ja, dankjewel. Goed, gefeliciteerd aan Storm en Talent. Jawel, bizar. Ik kan nog steeds niet geloven. Voor welke productie ben je genomineerd? Voor Fun Home. Oh, dat is leuk. Ja, bizar. Het was een hele leuke 2 weken om te spelen. En dat dit eruit komt is natuurlijk gewoon niet te geloven. Ja. Heb je een speech geschreven? Ik heb alleen opgeschreven wie ik allemaal wil bedanken. Omdat ik gewoon niemand wil vergeten. Maar verder ga ik gewoon lekker in het moment. En gewoon genieten. Ben je van school af of zit je nog op school? Ik zit nu in het 4e jaar. Dus ik ben nu aan het afstuderen ook. En ik speel nu in Pijnstillers de musical. Dus dat is mijn andere stage. Ik heb het gezien. Oh, leuk. Superleuk. En dus dat. Ik zit nog op school, ja. Ja. Heerlijk. En is Pijnstillers ook genomineerd voor iets? Of? Nee, ze doen niet mee dit jaar. Oh, ze doen niet mee, wat jammer. Want ik vond het echt een fantastisch mooie productie van Homemade. Ik vind het ook jammer, ja. Maar ja, dat zijn keuzes zo gaan die waar ik niet over ga. Dus. En als je nou zo meteen je speech zou mogen doen, wie is dan het eerste die je gaat bedanken? Mijn ouders en mijn zus. Sowieso. Ik wens je heel veel sterkte met de rij. Dankjewel. En veel plezier met kijken. Dank je. Ja, het gaat superleuk worden. Dat denk ik zeker. Top. Fijne avond. Ja, ook veel. Te kijken naar de van wie jullie zijn. Musical Site. Natuurlijk, Musical Site, wat anders. U zit al zo lang in het vak. Wat betekent deze prijs voor u? Ja, geweldig. Het is de eerste keer dat ik een award win. Ja, ja, dat is fantastisch. Nou, ik zit al heel lang in het vak, 52 jaar. Maar ik heb natuurlijk niet zo heel veel musicals gedaan. Zo af en toe deed ik er eens eentje. En toen ik echt veel musicals deed, toen bestonden die awards nog helemaal niet. Dus dan was de award, en dat is nog steeds hoor, dan was de award altijd de grootste prijs zijn volle zalen. Daar doe je het voor hem, toch? Ja, daar doe je het zeker voor. Absoluut, ja. En voor je collega's samen plezier maken. Ja, absoluut. Dat is het echt de mooiste voorstelling. Een van de mooiste voorstellingen die ik ooit heb gemaakt. Dat heb ik ook gezegd bij het dankwoord. Het is een schitterende productie die we samen hebben gemaakt. En dat is het mooiste eigenlijk. Geniet ervan. Dankjewel. Paar?
Ja, best wel een beetje. En zeker met die trillende handen. Nog steeds vind ik het wel eng eigenlijk. Maar ik heb hem nog vast. Ja, maar gefeliciteerd aan Storm of Talent. Dit is jouw stage geweest, hè? Ja, ja klopt. Ik studeer nog af dit half jaar. Dus ja, geen woorden. Maar hoe geweldig dat je dit dan op zak hebt. Ja, fantastisch. Dit is echt zo dankbaar gewoon voor deze kans. En dat de jury dit heeft gezien. Ja, fantastisch. Hoe oud ben je? 23. Jeetje, dit is toch een geweldige start van je carrière. Ja, absoluut. Dit is echt geweldig. Ja. En wat ga je nu doen? Dit is echt een hele goede vraag. Nee, ik ga nu dit even laten bezinken vooral. En komend half jaar vooral afstuderen nog. En een eigen solovoorstelling maken daarvoor ook. Dus dat even afronden. Ja. Nou, heel veel plezier en geniet er lekker van. Hè. Doe ik, dankjewel. Wat was het ook alweer? Nou, dat we elkaar hier weer zouden zien. Ja, dat is gelukt. Het is gelukt. Gefeliciteerd, laat hem even zien. Ja, nou kijk. Achter de... Zo. Ben je blij? Ja, heel blij. Onwijs blij. Ja. Het is echt... ik had het niet verwacht. Enorme ontlading. Ik ga ook, als ik thuis kom, eerst die speech terugkijken. Want ik heb geen idee wat er gezegd is, wat ik gezegd heb. Maar ja, gewoon... Ja. Ja, speechless. Wat moet ik zeggen? Ja, speechless. Dat was ik daar niet. Het duurde veel te lang. Die trommels, joh. Daar word je helemaal zenuwachtig van. Moet jij meestal afronden? Gewoon door. Ja, ik moet nu ook afronden, hoor ik. Ja, nou. Je moet optreden. Dag. Ja. Ik heb al opgetreden. Ja, maar je moet nu weer terug, geloof ik. Oh ja, ik ga weer in mijn smoking en dan ga ik weer lekker... Doen alsof je er niet was. Mijn vrouw kussen. En uitzweten, ja. Dat was ook pittig. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een mooi beeld. Is het zwaar, het beeldje? Het is zwaarder dan ik dacht. Ik dacht dat ze lichter waren. Ik ben blij met de zwaarte. Het kan heel goed als op loszittende papieren en zo, wat een soort prespapier wordt het. Hé, maar Fun Home heeft 2 weken gedraaid. Dat is best een investering voor zo'n korte productie. Ja. Dan lijkt me dit een bekroning op je is werk. Is het ook echt. En het is een heel belangrijke bekroning. Want het is wel de bedoeling dat we hiermee gaan reizen. En dat het ook verder het land ingaat. Dit laatste setje konden we heel goed gebruiken met dit erbij. Dus ik ben er heel erg blij mee. En is er al een plan? Wanneer gaat het verder? Ja, voorjaar 21, want die periode hebben we natuurlijk wel met de spelers allemaal wel afgekaart. Dat we zeiden, ja, als het gaat gebeuren, dan moeten we wel een plek gaan vinden. En het is altijd lekker om aan het eind van het seizoen te zitten, dat je een heel jaar daar naartoe kan werken in feite. Ja. Geniet er lekker van. Ja, gaat zeker lukken. Ik ben er heel blij mee en heel erg trots dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Ja. Je straalt ook helemaal. Geniet ervan. Dat zal wel, ja. Fijne avond. Dankjewel. Ah, het is je gelukt. Ja, wat fijn, hè? Ja, ja, het is heel, toch heel overweldigend weer. Ik heb het 2 jaar geleden mogen meemaken, maar het is zo emotioneel. Het is een bijzonder verhaal wat we vertellen. En ik ben heel blij, ook voor Alison Bechdel, die het verhaal geschreven heeft, dat ik deze award heb mogen winnen. Het is ook een beetje voor haar, het is natuurlijk haar verhaal. En voor mij privé, er zit zo'n wereld aan gebeurtenissen achter deze award. Ja, dat zo'n speech wordt dan toch eventjes emotioneel. Ja. Ga er lekker van genieten, René. Thanks. Dank.